Een goede morgen, beste deelnemer van dit webinar, beste deelnemers van dit webinar. Ik zie al een aantal mensen binnenkomen en ga meteen even proberen om te kijken of we dit scherm kunnen veranderen. Naar in ieder geval iets wat een leuker beeld is dan alleen maar een heel saai beginscherm. Even kijken, ik ga eens even kijken naar de participants en naar iemand vragen of er op dit moment goed beeld en dan wel ook goed geluid. Dus kun je mij goed horen? En zie je ook het beeld van de AX op dit moment? Hey, Arend is er ook. Hartstikke leuk. Goedemorgen, Arend. Hij zegt, het beeld en geluid zijn prima, zijn goed. Zegt Peter ook, goedemorgen, beeld en geluid is goed. En Claire is er ook. Oh, leuk dat je er ook weer bent, Claire. Wilfred zegt, ja zeker. Fred zegt, top. En Rick is er ook. Leuk dat je er ook weer bent, Rick. En Frank ook, helemaal goed. Rien is er ook. En Raoul is er ook. Hey, kijk, we gaan het vandaag met z'n tweeën doen. Raoul is er ook. En dan ga ik nu even twee dingen tegelijkertijd doen. Dan begint Claire waarschijnlijk al te lachen, want ik zeg dan meestal, ik ben een man, dus kan er geen twee dingen tegelijkertijd. En de dames onder ons kunnen dat wel, althans dat zeggen zij. Maar we gaan daar geen discussie over voeren. Even kijken. Raoul, als jij even je hand op wil steken. Hey, dat heb je gedaan. Super. Dan ga ik jou promoten to panelist. En als ik dat dan gedaan heb, dan kun je direct ook kan ik jou promoten tot co-host. En dan kunnen we het samen gaan doen. Want we gaan vandaag inzage geven in onze beide systemen. Raoul in zijn systeem en ik in mijn systeem. En Maya steekt ook haar hand omhoog. Hartstikke leuk dat je er ook bent, Maya. Maar ik doe het even zo dat we het vandaag de presentatie, zou ik zo zeggen, tot twee mensen beperkt houden. Maar ook leuk dat je er bent. Goedemorgen. Hey, ja, Raoul is er ook. Fijn. Fijn dat het al werkt. Het blijft voor mij altijd een klein vraagtekentje van, hey, lukt het wel, lukt het niet? Maar ja, eigenlijk is het ook zo dat het elke keer weer lukt. Ja, Claire die heeft een smiley erin gezet. Dat, die snapt dan ongeveer, hè, als je zo vaak ook intunt, dan snappen we een klein beetje elkaars humor ook steeds meer. Dat is ook leuk om te zien. Even kijken, ik ga ondertussen mijn chat even wegzetten. En even een kleine update van de AX. We staan vandaag toch wel weer even een hapje lager, flink hapje lager, meer dan 1%. Ja. Hebben we in wezen nog geluk dat Koninklijke Olie, onze oude vertrouwde Shell, de hoeksteen van de samenleving, hoeksteen van menig portefeuille, dat die vandaag met uitstekende cijfers kwam. En dat Koninklijke Olie meer dan 1% in de plus gaat. En dat houdt de AX nog een klein beetje op het rechte pad. Alhoewel we de stok meer dan 1% dalen. We mogen nog even een klein beetje uitzoomen. Want ik maak me toch wel een stukje zorgen. Over die maar het is de 800 gebleven, hè? De 820 zelfs, ja. Ik heb het al begrepen met wel eens op mijn publiek.com, de website van Harm gezet van, zou die 800 punten horde niet een te grote horde zijn? En ik zie hier dat als ik inzoom naar de laatste 3 maanden, dan zijn we hier toch wel een stuk hoger. Hè? We stonden op 18, we staan nu op 7,55, 7,57. En ja, als ik dan nog verder uitzoom naar de 6 maands grafiek, dan valt dat eigenlijk nog mee. Hè, maar ze stonden weliswaar een stukje hoger hier. Maar als je naar die 1 jaars grafiek kijkt, hè, dan is het natuurlijk de trend nog goed. Maar vanaf hier zo'n beetje juli, augustus, stonden we ook op dit niveau. En vanaf dat moment zijn we wel wat hoger gegaan naar 8,27, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar ja, de laatste paar maanden is het toch wel even sappelig geblazen, Rol. Het lijkt wel een hoofd-schouderpatroon, zoals ze dat wel eens noemen. Hè? Dat begint in augustus, hè? De linkerschouder. November het hoofd en dan de rechterschouder. Ja, dat is hier. Maar ja, goed, voor wat het waard is. Nou, we gaan de consequentie die daar aan vast in hangt. We proberen het vandaag leuk te houden. Als we de technische analisten mogen geloven, die gaan we niet vertellen. Want dat betekent dat we eigenlijk een hele grote klap naar beneden toe zouden kunnen gaan verwachten. Zo'n 75 punten omlaag zou je dan moeten gaan, volgens die algemene rekenwijze. Hè? Dat je het hoofd als waar omklapt. Hè? Dus we staan nu 75 onder het hoofd. Nou ja, dan gaan we naar 700 terug, zouden ze zeggen. Ja, dat zouden ze zeggen. Nou, dat
We gaan het meemaken of dat inderdaad het geval is, of dat de technische analist er toch weer een stukje na zit. Ik zie dat Tom ook nog binnenkomt. Goedemiddag, Menko, Raoul en alle. Nou, ook van harte welkom. Goedemiddag. Tom, ja. Ik ga het zo doen, want we zijn 2 minuutjes over de tijd. Normaal gesproken, als Raoul en ik onze presentatie en inzage in onze systemen geven, dan start Raoul. Maar we hebben vandaag eens gezegd van, we gaan eens een keertje omdraaien. Toch, Raoul? Dat was jazeker, ja. Ja, beetje wisselen, ja. Ja, we gaan een keer iets anders doen. Ook voor de afwisseling. Even kijken. Die participants, die moeten even weg. Ik ga mijn PowerPoint starten. En ik ga jullie van harte welkom heten. Voor alle duidelijkheid, dit webinar wordt opgenomen op de website van Harm van Wijk. Op mijnpubbeleg.com kun je naar de categorie agenda gaan. En Harm zal vanmiddag, als hij een beetje tijd heeft, zal hij deze opname daar plaatsen. Dus mocht het zo zijn dat iets te snel gaat, dan kun je dat altijd terugzien. Maar we hebben ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Heel graag zelfs. Dat we er een interactief webinar van proberen te maken. Precies. Ja. Ja, wil je dan gaan naar de chat, naar de chatfunctie. En ik zet hem eventjes dan ook wel weer aan. Dan kun je, net zoals Jan net zegt, hallo, hallo, to everyone. Kun je dan posten en dan komt die vraag ook tevoorschijn. Ik zet die chatfunctie even uit, want ik vind dat altijd heel irritant. Die zit dan half in mijn beeld, kan ik niet helemaal goed zien. Maar Raoul die heeft meerdere schermen, dus die kan dat wel meer picturen. Maar heb je een vraag voor mij, zet hem in de chat. Dan zal Raoul mij proberen te onderbreken in de woordenstroom die meestal volgt. En vice versa geldt dan natuurlijk ook. Op het moment dat je straks een vraag voor Raoul hebt, dan zal ik proberen een moment te zoeken dat ik die vraag aan hem kan stellen. Goed, we gaan het vandaag hebben over onze beide systemen. Raoul over Greed and Fear. We gaan eens kijken wat A, dat systeem dan inhoudt. En B, wat de prestaties zijn geweest over de afgelopen maand, over de maand januari. En ik ga het hebben over optiebeleggen LT. LT staat voor lange termijn. En dat is mijn middelste optiesysteem. Nummer 2 van de 3, zou ik maar zeggen. Daar ga ik inzage over geven. Wat dat systeem inhoudt. En wat de rendementen zijn geweest over de afgelopen periode, de afgelopen de transacties die allemaal zijn geweest, en natuurlijk ook hoe de maand januari dan is uitgepakt. Mijn stelling is, ook Claire kent deze, opties die horen thuis te hebben in iedere beleggingsportefeuille, dus ook in de beleggingsportefeuille van jou. En ik heb daar een aantal redenen voor. Een van de belangrijkste redenen is de hefboomwerking die bij opties aanwezig is. Je kunt nu helemaal wat sneller geld verdienen met opties dan met allerlei andere beleggingsinstrumenten. Dat betekent niet dat opties alleen maar offensief ingezet kunnen worden. Heel veel mensen vergeten dat opties ook een defensieve werking kunnen hebben. 1 keer per maand geef ik ook op de website van Harm een uitleg over de basiswerking van opties. Ga ik dus in op de werking van een call-optie en een put-optie. Hoe je die ook defensief in kunt zetten, ook offensief in kan zetten. Maar dat betekent ook als je dus, waar we net over hadden, over de periode van de afgelopen maanden dat de AEX dus eigenlijk niet van zijn plaats komt. En als hij al van zijn plaats komt, gaat hij naar beneden toe. Dan zou je ook met die defensieve werking van opties jouw behaalde rendementen, jouw behaalde winsten, een eentje kunnen borgen. Zodat niet alle winst straks als sneeuw voor de zon verdwijnt. Een van mijn favoriete stellingen is, je hoeft niet altijd gelijk te hebben om gelijk te krijgen en dus geld te verdienen op de beurs. Want daar zijn we natuurlijk, uiteindelijk is het daarom te doen dat we winst maken op de beurs. Ik doe dat met opties. Raoul heeft straks een ander beleggingsinstrument, maar opties zijn echt mijn ding geworden. Ik adviseer je niet om zomaar rücksichtloos alle opties te gaan kopen en verkopen, maar probeer een stukje kennisniveau daarvan op te doen. En op het moment dat je de Trading Navigator van Harm van Wijk heb aangeschaft, dan zitten daar ook coachuren bij. En kun je via Calendly met verschillende mensen die in zijn team zitten, eens een afspraak maken om 1-op-1 te kijken wat bijvoorbeeld het beleggingsinstrument opties voor jou kan doen. Goed, een kleine introductie van mezelf. Mijn naam is Menko Zweep. Ik heb in Tilburg gestudeerd. Ben er trouwens ook geboren en ook getogen. En ben vervolgens in Maastricht gaan werken bij Secretaris Beleggingen. En daar ben ik natuurlijk echt in aanraking gekomen met beleggingsinstrument opties. En daar zo enthousiast over geworden dat ik in 2010 mijn eigen website ben gestart. www.optiesbeleggen.nl. En die website doet niets meer of minder dan wat de naam al zegt. Ik ben alleen maar aan het beleggen met opties.
Ik heb een track record vanaf 2010, dus een beleggingshistorie is dat. Dus daar post ik alle transacties die ik gedaan heb en alle rendementen die daar uitvoerend gevloeid hebben. Zijn ze positief, dan vermeld ik die. Zijn ze negatief, dan vermeld ik die ook. In tegenstelling tot allerlei andere mensen die dat al op een gegeven moment eens een keer een systeem 2.0 of iets dergelijks gaan initiëren. Ja, een klein stukje frustratie komt er maar door, want zo kan iedereen natuurlijk goede rendementen laten zien. Ik ben in 2015, 2016 Harm Verwijk tegengekomen. Die heeft toen op dat moment gevraagd of ik mijn transacties ook op zijn website wilde plaatsen. Die heette toen nog de slimste belegger.nl. Inmiddels dus omgevormd op belegger.com en mijn.belegger.com. Dus ook mijn beleggingshistorie is vanaf 2017 daar te zien en te tracken. Wat doe ik nu eigenlijk precies? Wat is mijn expertisegebied? Ik verkoop call en put opties op de AX-index. Op het moment dat je in de optiewereld terecht bent gekomen, betekent dat het woordje verkopen gelijk staat aan het woordje schrijven. Dus ik verkoop call en put opties op de AX-index. En op het moment dat je een call en put op de AX hebt verkocht, oftewel dan dus geschreven, dan is dat een short strangle. Dus mijn expertisegebied is het innemen van short strangles op de AX-index. Nou, ik heb dit tabelletje gemaakt. Waar zit ik dan? Nou, ik zit hier aan de onderkant. Hier zit ik aan het rechter onderkwadrant. Ik ben aan het schrijven van een call optie. En ik ben het schrijven aan een put optie. Ik verkoop een call en put en daar krijg je dus een optiepremie voor. Maar daar ga je ook bepaalde verplichtingen mee aan. En ik zal je daar zo meteen iets over vertellen hoe ik die verplichtingen opvang. Er zijn een aantal voordelen waar ik een hele grote voorstander van ben aan het verkopen van opties. Een van de belangrijkste is dat je niet altijd gelijk hoeft te hebben om gelijk te krijgen qua richting en sterkte van de beweging. Je hebt zelf ongetwijfeld al eens een keer meegemaakt dat je dacht dat een bepaald aandeel bijvoorbeeld omhoog zou gaan en dat je daarom dat aandeel gaat kopen en prompt nadat je het gekocht hebt, lijkt wel alsof de duvel ermee speelt, gaat dat kring of dat aandeel, ik zal het netjes houden, gaat naar beneden toe. En dan gaat het net precies tegenoverstellen van wat jij gaat doen. Of als je een short positie ingenomen hebt. Je hebt bijvoorbeeld een put optie gekocht. En je gaat uit van een bepaalde daling. Ja, vanaf dat moment zul je zien dat dat ene aandeel of de onderliggende waarde. Bijvoorbeeld een AX-index. Dat die ofwel gelijk blijft of gaat stijgen. Maar dat is helemaal niet erg op het moment dat jij opties aan het verkopen bent. Want dan heb je dus, kun je gebruik maken van de tijdswaarde die uit zo'n optie loopt. En 70 tot 80% van alle opties loopt zonder waarde af, dus eigenlijk met verlies af. En die tijdscomponent, ja, daar speel ik eigenlijk mee. Dat is in wezen de component waarom je structureel geld kan verdienen. Het is niet alleen maar feest met het verkopen van optie, want er zit één groot nadeel aan. Ik heb niet voor niets in het rood gezet. En dat is het risico. En om dat risico te beteugelen, om dat in de hand te houden, dat vereist een heel strikt risicomanagement of zo'n geldmanagement. Nou, dit is zo'n short strangle strategie. Harm Verwijk heeft ook een hele mooie optiecalculator gemaakt. Dus dan kun je deze strategie eens inzetten. Wat doe ik dus eigenlijk? Ik zit hier een beetje aan de rechterkant van de AEX-index. Ik verkoop een call boven de huidige waarde van de AEX-index. En hier aan de linkerkant, dus naar beneden toe, verkoop ik een put-optie onder de AEX-index. Dus ik heb eigenlijk een bepaalde bandbreedte gecreëerd waarbinnen die AEX mag bewegen. En zolang dat het geval is, dan maak je winst. Op het moment dat ik een call en put optie verkoop, krijg ik dus een premie, heb je zojuist in die tabel laten zien. En dat is ook de maximale winst die je met deze optiestrategie kan realiseren. Die winst, dat is natuurlijk hartstikke fijn dat je een maximale winst kan realiseren. Maar je moet natuurlijk opletten dat die AX niet te hard naar beneden toe gaat. Dus hier met het pijltje lager. Want dan kom je hier in die linkerpoot te staan, in de verlies kom je dan te staan. En dan kan natuurlijk fors oplopen naar beneden toe. En ja, het klinkt misschien eigenlijk heel gek, maar als de AX omhoog gaat of fors omhoog gaat, dan kom je hier ook in het verlies te staan. En ik heb hier zelfs het woordje ongelimiteerd verlies gemaakt. Want ja, natuurlijk, op het moment dat de AX naar beneden toe gaat, het laagste punt is nul. Dat kun je bijna niet voorstellen dat alle aandelen die de AX maken, hè, de AX is een gewogen gemiddelde van 25 aandelen, dat die allemaal op nul zouden staan. Maar dat is natuurlijk wel het ultieme laagste punt. Maar naar boven toe is er natuurlijk altijd alle ruimte, alhoewel je dat even niet zou zeggen als je de laatste periode van de AX meekrijgt. Goed, ik had je verteld dat ik een drietal optiesystemen heb. Alle drie deze systemen werken dus met een short strangle strategie. Ik verkoop, ik schrijf een call en put optie op de AX-index. En bij alle drie deze systemen heb je 10.000 euro nodig als
margin, om de margeverplichting te beteugelen. Dus het benodigd vermogen is 10.000 euro. Wat zijn dan wel de verschillen? Hè? Want als je zegt, nou, je doet alle drie, doe je hetzelfde. Nou, bij korte termijn, optiebeleggen KT staat voor korte termijn, dan hanteer ik een beleggingshorizon van 1 maand. Bij optiebeleggen LT, waar we het vandaag over gaan hebben, dan hanteer ik een beleggingshorizon van tussen de 3 en 9 maanden. En bij optiebeleggen XLT, dat staat voor extra lange termijn, dan hanteer ik een beleggingshorizon van tussen de 1 en 2 jaar. Dus ik doe hetzelfde qua strategie, maar ik verander de beleggingshorizon, de tijdsperiode. Daar ben ik mee aan het veranderen. Dat betekent dus eigenlijk als je van korte termijn naar lange termijn naar extra lange termijn gaat, dat je dus steeds minder afhankelijk wordt van de dagelijkse bewegingen van de AEX-index. Ik heb een drietal doelstellingen geformuleerd van elk systeem die je eraan moet voldoen. Ik wil rust overdag, dat is de eerste R. Ik wil rust 's nachts, dat is de tweede R. Maar eigenlijk is het natuurlijk de allerbelangrijkste doelstelling, het rendement. Ik wil 1% rendement per maand maken. Ik heb er heel stiekem, dat zie je hier, even kijken of mijn muis ermee doet, heb ik een groter dan teken erbij gezet en een uitroepteken er zelfs bij. Dus mijn doelstelling is om minimaal 1% rendement per maand te maken. Op het moment dat dat lukt, dan maak ik dus 12% rendement per jaar. Of de beurs nu omhoog gaat, of omlaag gaat, of gelijk blijft, dat maakt mij niet uit. Ik maak dan 12% rendement per maand. Per jaar. Ik had je verteld, het benodigd vermogen is 10.000 euro. Het daadwerkelijk benodigd vermogen bij Maxim is 8600 euro. En dat heeft te maken met de margeverplichting. Die beleggingshorizon had ik je verteld, 3 tot 9 maanden. En mijn strategie is het doorrollen van zowel winstgevende als verlieslatende posities. Bij tradersvergelijken.nl is mijn systeem te volgen. Is dit systeem te volgen door middel van semi-autotraden. En semi-autotraden betekent niets meer en minder dan dat je een sms'je krijgt op je telefoon. Daar krijg je een link. Dan moet je daarop drukken. Dat is de eerste druk op de knop die je moet verrichten. Vervolgens kom je in een vervolgscherm en er staan 2 blokjes. Ofwel, je gaat die order afwijzen. Nou, je wil mij volgen, dus dat doe je niet. Je drukt dus op het 2e blokje. De order accepteren of accorderen. En dat betekent dus dat je exact dezelfde transactie verricht als ik. En op het moment dat je exact dezelfde transactie verricht als ik, maak je natuurlijk ook exact hetzelfde rendement als ik. Dat is eigenlijk het verhaal hoe semi-autotraden werkt. Je kunt dus naar de website gaan, tradersvergelijken.nl, en daar kun je de resultaten gaan zien. Ik neem je daar ook even mee naartoe. Dan is het weer eventjes Google G en zoomen. Even kijken. Als het goed is, is dit ook te zien. We gaan nu naar de website van tradersvergelijken.nl, zoals je ziet. En ook die website, ja, die doet weer niets meer en minder dan wat de naam al zegt. Die is traders aan het vergelijken met de resultaten die er zijn. Nou, zoals je ziet, zijn we de aantallen traders langzaam aan het opschalen. Op het moment dat je op internet bezig bent, hè, dan ben je altijd aan het opschalen. Je ziet dat ik er sta met mijn 3 systemen. Je ziet dat Raoul er staat met zijn 2 systemen. Je ziet dat Jan Robert er staat met 2 systemen. 1, een kalenderspreadstrategie, dat is de onderste. En daar komt een crypto swing training aan met een Binance koppeling. Dus voor de mensen die alles wat met crypto te maken heeft, dat interessant vinden. En morgen dan gaan we samen met Harry Klip het systeem van Harry introduceren. De 3-optie portefeuille. Dus dat is, laat ik zeggen, om een stuk spreiding in jouw portefeuille te kunnen gaan realiseren. Daarom is deze website gebouwd. Ik wil je meteen maar, want dit heb ik allemaal verteld, wat de doelstellingen zijn. En ik wil je meenemen naar de resultaten. Nou, je ziet dat het jaar 2022 januari nog niet ingevuld is. Maar daar ga ik je zo meteen vertellen wat daar het rendement van gemaakt is. Maar ik ben in maart gestart met deze strategie. En je ziet dat daar, laat ik zeggen, heel veel winstgevende maanden zijn geweest. En ik wil je in wezen meenemen. Want we zijn Nederlanders of een aantal Belgen die er ook bij zitten. Maar we willen natuurlijk zien waarom ik hier eens een keer 1.000 euro verlies heb gemaakt. Waarbij je dan per saldo nog natuurlijk wel aan de goede kant van de medaille zit. Hè. Je hebt 2400 euro winst gemaakt in die 8 maanden die... in januari 2020 vielen. En in 2022 heb ik ook een aantal keren toch wel even een verlies gemaakt. In februari 1.000 euro verlies en in augustus 835 euro. Waardoor het totale resultaat 877 euro is geworden. Ik ga je zo meteen laten zien hoe die verliezen zijn ontstaan.
En natuurlijk ook hoe de winsten zijn ontstaan. Want uiteindelijk is het netto beleggingsresultaat de optelsom van de winsten en verliezen die je per maand maakt. Dus even kijken. Ik ga naar mijn transacties toe. Even kijken. Goed. Even naar boven toe. Zoals wat je vertelde, ik ben in april gestart. Nou ja, eigenlijk 31 maart. En toen ben ik gestart met een call en put optie op de AX te gaan verkopen, te gaan schrijven. En ik heb inderdaad een 6 maands periode genomen, hè, van 31.3 naar de september looptijd. Hè, dus dat is altijd de derde vrijdag van september. En toen heb ik deze twee opties verkocht. De call 640 en de put 250. En je ziet op het moment dat je dus een verder weggelegen beleggingshorizon neemt, dat je de bandbreedte waarin die AX kan bewegen of mag bewegen, dat die lekker groot is. Hè? Je hebt hier bijna 400 punten aan bandbreedte, aan marge in kunnen bouwen. En je hebt hier toch per saldo zo'n €674 aan premie ontvangen. Nou, ik wil je gewoon eigenlijk meenemen van hoe komen de vervolgtransacties. En ik ga langzaam met mijn pijl omhoog. Hier heb ik op 16.4, dus zo'n beetje 2-3 weken later, heb ik de decemberserie in portefeuille genomen. Dus een call en put optie op de AX weer verkocht. De decemberserie, dus een beetje 8 maanden verder weggelegen. Ook dus met een lekkere ruime bandbreedte, want daar hou ik van dat die AX van alles en nog wat kan doen. Hij mag omhoog, hij mag omlaag, hij mag een beetje niet bewegen, vind ik allemaal prima. Maar als hij maar binnen die bandbreedte blijft. Dus je ziet hier dat ook die grote bandbreedtes, zowel in de septemberserie als in de decemberserie aanwezig zijn. Ik heb dus op 16.4 mijn dubbele short strangle positie compleet. De looptijd september 2020 en looptijd december 2020. En wat ik dan ga doen, is ik ga kijken wat die AX gaat doen. Hier heb ik mijn eerste transactie verricht. Ik verricht ongeveer 1 transactie per maand. Dus we zijn echt niet 4 keer per week aan het handelen. Maar deze transactie heb ik toen gedaan. Ik heb toen de put september gesloten. Die heb ik voor €470 kunnen verkopen. Ik heb hier €106 voor moeten betalen om die terug te kopen. Dus ik heb hier een winst gemaakt van €364. En vervolgens ben ik die positie, die put-optie, ben ik gaan doorrollen naar boven toe. Want ik heb de 250 put dus gesloten. En de bodem opgehoogd naar de 300-serie. Dus je hebt eigenlijk een doorrolactie gedaan naar boven toe. En zo heb je je eerste winsten te pakken. In juni heb ik in wezen eigenlijk hetzelfde gedaan. Ik heb die put september gesloten, die 300-serie. En daarvan heb ik de bodem ook verhoogd naar de 360-serie. Ook hier die €112 winst gepakt. Je snapt het principe. Je gaat kijken wat die beurs doet. En je pakt daar je winsten. Je sprokkelt eigenlijk je winsten bij elkaar. Dat heb ik op 17.6 nog een keer gedaan. Dan heb ik de decemberserie opgerold, gesloten, geliquideerd, als we dat in die termen mogen gebruiken. Dus de 250-serie gesloten, de bodem weer opgehoogd naar de 300-serie en daar €280 mee verdiend. In wezen door de tijdswaarde telkens uit die looptijd te laten, of uit de serie te laten lopen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Nou, dit verhaal snap je nu wel, hè? €89 in juli. Hier nog een keer €186, ook in juli. Nou, dat zijn allemaal dingen die je snapt. Hier vind ik het wel leuk om even bij stil te staan. Hier, ik heb je dus net verteld dat je die posities intern aan doorrollen bent. Dus binnen dezelfde looptijd, binnen dezelfde septemberserie of decemberserie. Maar hier heb ik iets anders gedaan. Even kijken wanneer dat precies geweest is. Dat was op 5 augustus 2020. Hier heb ik de totale positie gepakt. Die heb ik gesloten. Dus ik heb de september call gesloten, de 640-serie, en ik heb de september put, de 400-serie gesloten. Nou, bij elkaar heb je hier €189 winst gemaakt en €70 winst gemaakt. Nou, hier had ook eigenlijk een groen cijfertje mogen staan, maar dat is een kleinigheidje. Je hebt dus die totale positie gesloten en vervolgens ben je die positie op gaan pakken en die heb je weer verder weggezet naar de maart-serie. En wat er dan vervolgens ook gebeurt, en dat vind ik belangrijk om te vermelden. Je hebt die call 640 en die heb je dus verhoogd naar de call 680. Oftewel, je hebt een hoger plafond gecreëerd.
En datzelfde geldt eigenlijk voor de put-optie. Die put-optie 400, die heb je kunnen verlagen naar de 380-serie. Met een verder weggelegen looptijd heb je dus in wezen 300 punten, hè, 680 naar 380, ruimte gecreëerd binnen die AEX-index. En daar heb je deze premies voor gehad, 1,50 en 1,15. Dus dat is een doorroller van de totale transactie. Nou, je snapt dit verhaal, €81 een keer winst op 1,10. Nou, deze loop ik allemaal even door, 2,10 en 53. Want ik wil je natuurlijk nu even meenemen naar die verliespositie, want daar zijn we natuurlijk heel nieuwsgierig naar hoe die allemaal gelopen zijn. Nou, dit zijn al die winsten, die zie je allemaal op traders vergelijken staan. Hé, kijk, hier komt de eerste grote verliespositie. Wat is hier gebeurd? Nou, je weet waarschijnlijk nog wel dat die AX flink doorgestegen is. Wat ik hier gedaan heb, voor mij was de kerst en oud en nieuw was een vervelende situatie, want op 29/12/2022... toen heb ik deze call gesloten. Waarom? Toen werd mijn stop los, werd geraakt. Ik had u verteld, ik houd een heel strikte risicomanagement aan. En ja, hier werd mijn stop los geraakt. En dat betekent dat ik verlies moet nemen. Ik sluit dus deze positie. En wat ik hier gedaan heb, is dat die call juni heb ik gesloten. En ik heb even geen nieuwe call optie geopend, omdat die AX maar door bleef stijgen. En dan is het natuurlijk niet zo interessant om een call-optie in de portefeuille te hebben. Dat was de eerste grote verliesklapper. Nogmaals, die horen erbij. Voor saldo maak je winst, maar ook die verliesmaanden horen er af en toe bij. Nou, ik heb in januari nog een keer €59 winst gemaakt. In januari nog een keer €39 winst gemaakt. In januari nog een keer €23 winst gemaakt. En zo ga je maar door. Hier komt die tweede grote verliesklapper aan. En dat was die maart ook de call natuurlijk, hè, omdat die AX bleef doorstijgen. En hier heb ik ook die call optie gesloten met verlies. Ik heb ook de put optie gesloten met winst, maar per saldo maak je daar natuurlijk een verlies. En ik heb hier in wezen hetzelfde weer gedaan. Hè. Ik heb hier wel de put optie doorgerold op dezelfde serie, hè, dus de 500 serie in maart. Die heb ik doorgerold naar de 500-serie in december, heb ik daar €6,80 voor gekregen. En omdat die AX bleef doorstijgen, heb ik hier niet meteen die call-optie ook geopend, om eigenlijk de ruimte naar boven toe te laten voor die AX-index. Nou, je zal zien dat die call er op een gegeven moment gaat komen. Nou, dat is hier al geweest op 16.2, heb ik daar lang over gedaan. Even kijken. Van 15, dat valt eigenlijk best wel mee. Een 11 dagen, dus een kleine 2 weken later, heb ik die call optie ook verkocht. En heb ik zo in wezen mijn dubbele short strangle, de call and put op in de juni serie en de call and put in de september serie, heb ik dan weer compleet. En dan ga je in wezen weer kijken wat die AX doet. Nou, hier heb ik nog een keer die put doorgerold in maart, €340 winst. Ja, zo komen de winstjes aan, want dat waren eigenlijk de grootste klappers hebben we nu gehad, die €115. Dan ga je wat sneller doorrollen, doorscrollen naar de positie die we op dit moment in portefeuille hebben. Want ja, sommige mensen zeggen, op het moment dat mensen geen klant zijn, wil je dan toch wel gewoon die posities laten zien? Nou, dat maakt mij helemaal niet uit. Want op het moment dat je dat toch niet real-time volgt, hè, dan mis je de juiste instapmomenten. Dus ik laat je ook gewoon zien waar we op dit moment nu staan. Nou, dit zijn allemaal nog die winstjes die voorbij komen. Die heb je ook op tradersvergelijking gezien. Hier in juni nog een keer €105. Juni nog een keer €205. Nou, juni was een mooie maand, hè? €370 winst gemaakt door de posities door te rollen. Even kijken. Nou, in juli ook €120 in de winst. Prima. Zo hoort het allemaal. Hier kwam nog een keer nummertje 3 voorbij. Ook weer die call optie die daar mij die grote verliespost heeft doen opleveren. Nou, hier komen al die winstjes allemaal nog een keer voorbij. Minst van €300. €175. Ja, je ziet dus eigenlijk, hè, dat die augustusserie was dus een vervelende maand. Je had die verlies, maar je hebt ook wel en €175 winst gemaakt. Dus per saldo maak je die €835 verlies. Nou, ik laat je dat zo meteen eens even zien hoe dat nou precies bij elkaar optelt. Ondanks dat je dat ook eigenlijk al bij tradersvergelijken had zien staan. Hier komen dan ook de lekkere cijfers weer terug, hè? Die €320 per maand.
Dit is die €220 per maand. Even kijken, waar zitten we inmiddels? In november, €605 per maand. Die was ook leuk. Doen we nog iets door in december. Ja, oh, dit was ook wel eens leuk om te vertellen. Afgelopen december heb ik de call en put optie laten expireren. Dus de call optie, nou, die 800, die liep zonder waarde af. Hè, dus die liep op nul af. Maar de put optie, de 775, die heb ik laten expireren. En dat kwam omdat er zoveel tijdswaarde nog in de laatste paar dagen zat, dat ik die heb laten expireren. Nou, je ziet dat ik die voor €530 had verkocht. Ik heb er €560 voor moeten betalen. Dus ik zal er €30 verlies gemaakt op de put. En ik heb €340 winst gemaakt op de call. En zo heb je dus per saldo toch nog een mooie winst gemaakt. Hè? Dat zeg ik, 340 winst, 30 verlies is €310 winst in december. Nou, waar staan we nu? Want we zijn bijna, ik wou bijna zeggen, aan het eind van de Latijn. Dit is de transactie in januari, ik vertelde je. Het lijkt nu alsof er heel veel transacties zijn geweest, maar we zijn natuurlijk wel 23 maanden verder. Dus ik doe ongeveer 1 transactie per maand. Nou, dit was weer een hele leuke transactie. Ik heb de call maart, de 880-serie, heb ik gesloten. En ik heb daar €50 voor moeten betalen. Die had ik voor €250 verkocht. Dus ik heb hier €200 winst gemaakt. En ik heb een nieuwe call-optie verkocht, de 860-serie. Eventjes nog 90 cent ophalen. Dus nou, wat zijn mijn posities? Wat is dit? Even kijken. En je ziet de bandbreedte. Hè? We staan nu op €760 met die, 760 punten met de AEX-index. Ik heb voor de aankomende maand 100 punten omhoog, 100 punten naar beneden toe. Ik zeg niet dat hij de 860 niet kan aanraken. Ik zeg ook niet dat hij die 660 kan aanraken. Maar ik heb hier nog wel de mogelijkheid om ja, ongeveer voor €650, om maar even af te ronden, hè, die 90 en die 550 aan premies die ik gehaald heb. En dat laat ik nu nog een week of 2, 3 doorlopen. Dus richting eind februari ga ik deze positie liquideren, ga ik opheffen. En nou, daar gaat ongetwijfeld dus een mooie winst uitkomen in de maand februari. En dan ga ik die positie doorrollen. Nou, waar denk je? Misschien mag ik in de chat vragen waar ik deze positie naar door ga rollen. Even kijken. Dus dit is op dit moment mijn positie in portefeuille. Ik ga die maartserie natuurlijk straks lekker sluiten met een mooie winst. Mag ik aan jou vragen in de chat naar welke looptijd ik deze maartserie ga doorrollen? Even kijken. Ik ga de chat even openzetten. Ik zie dat Christopher is. Ik volg het korte termijn systeem van Menko. Dat klopt, Christopher. Ik ben heel erg tevreden over de begeleiding en de optieselectie die Menko maandelijks doorstuurt. En nu al 22 maanden op rij winstgevend. Ja, dat klopt. Dus ik ben er erg blij mee. Dankjewel, Christophe, voor jouw positieve commentaar en reactie. Even kijken. Ik ga eens even een optelsom maken. Claire zegt april. Jan zegt september. Erik zegt september. Frank zegt september. Jos zegt september. Rick zegt september. Rien zegt augustus, september. Ja, ik denk dat de meerderheid gelijk heeft. Sorry Claire, ik moet je een klein beetje teleurstellen. Dat moet af en toe gebeuren. Maar het klopt inderdaad. Hè. Dit is niet mijn korte termijn systeem, waar Christophe het zojuist over heeft. Want dan ben ik op maandbasis aan het handelen. Dit is mijn lange termijn systeem. Waarbij ik dan een beleggingshorizon van tussen de 3 en 9 maanden hanteer. Nou, de maartserie, deze looptijd, die ga ik natuurlijk sluiten. Dan heb ik nog die juni-serie in portefeuille. Die is er dan ongeveer een maandje of 3 oud, hè, in de loop van 3 tot 4 maanden oud. En ik ga deze serie sluiten en die ga ik inruilen voor de september-serie. En daar ga ik weer volle bak premie mee ophalen, omdat de looptijd natuurlijk ver weg is. De bandbreedte is groot, de volatiliteit in de beurs is groot. Dus ik ga hier lekker veel premie ophalen. En ja, laat dan maar lekker die tijdswaarde uit de portefeuille lopen. Ja, sorry Christophe, je zegt 3 maanden verder doorrollen. Ja, het is dus eigenlijk nog net iets verder. Hè. We gaan naar de september-serie toe. Ik denk dat jij te veel met mijn korte termijn systeem bezig bent. En dat we dus met dit lange termijn echt die
die langere looptijd gaan ingeven. Goed, ik heb het gehad over tradersvergelijken.nl. Je kunt voor dit systeem voor €25 echt BTW volgen. Hoe komt het dan uit? Ga je daar iets mee maken, ja of nee? Ik ga eens kijken. Af in 2010. Ik ben 2 maanden. Het is in maart gestart. Dus in 10 maanden tijd heb ik €2400 netto winst gemaakt. Hier zijn de transactiekosten dus al vanaf. 2021 was natuurlijk wel een heel jaar, 12 maanden. Daar is €877 verdiend. Ja, 2022, het is maar 1 maand, hè, maar we zijn ook pas in januari bezig. Hier is die €200 verdiend. Als je dit alles bij elkaar optelt, dan heb je dus €3514 verdiend in 23 maanden. Als je die 3514 deelt door 23 maanden, dan kom je uit op €152 per maand. Nou, ik mag het afronden naar €153. De kosten zijn €25 ex BTW, oftewel €30. Dus ik zeg, op het moment dat je die €152 winst haalt, je betaalt €30, dan maak je dus per maand een winst van €122. Ik zeg dat je dus €10.000 benodigd kapitaal hebt, dus je zit 1,2% rendement winst te maken. Je doet ongeveer 1 transactie per maand. En dat is in wezen wat dit systeem is. Ik mag je ook een aanbod doen. Wil je samen met mij meedoen? Wil je samen met mij dit systeem gaan volgen? Dan kun je dus nu naar tradersvergelijken gaan. Daar krijg je een aanbieding om. Dan moet je wel eventjes dit invullen. Het webinar van 3/2/2022, oftewel van vandaag. Dan kun je dit systeem volgen. Normaal gesproken betaal je natuurlijk per maand 12 maanden. Hè? 12 maanden is een jaar. Maar dan kun je dat nu volgen. En dan betaal je 10 maanden in plaats van 12 maanden. Het is 10 halen, 12 betalen. Nee, wacht even. Het is 12 halen, 10 betalen. Ja, het lijkt net de bakker. Maar dat zo is het. Je krijgt dus eigenlijk 2 maanden voor niks. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus als je interesse hebt om dat te volgen, dan kun je naar tradersvergelijken.nl gaan. Even kijken. Ik ga, want ik ben een klein beetje de tijd van Raoul aan het opsnoepen. Het enige wat ik nog zie is dat Henk zegt, hoe gaat dat sluiten en doorrollen? Gaat dat tegen dezelfde koersen? Ja, dat is inderdaad het geval. Hè? Dus ik heb die koersen gemeld. Je krijgt van mij dat sms'je. Je hoeft alleen maar 2 keer op een knop te drukken. A, de eerste knop die je indrukt is een linkje. Dan kom je in een vervolgschermpje waarbij je 2 knoppen ziet staan. Ofwel de order accepteren, ofwel de order afwijzen. Nou, je drukt natuurlijk gewoon op die order accepteren. En dan wordt exact dezelfde transactie als die ik doe. Die wordt ook voor jou uitgevoerd. André zegt, als je akkoord gaat met de sms die je via je systeem stuurt, zit er altijd de stop los naar boven en naar beneden toe in, zodat het risico ook bij het missen van een bericht beperkbaar. Nee, je handelt eigenlijk altijd tegen dezelfde koersen, André. Dus waar ik op koop, daar koop jij ook op. Waar ik op verkoop, daar verkoop ik ook op. Ik hanteer geen stop los, maar je zult direct zien dat Raoul dat wel doet. Die heeft een stop los ingebouwd. Maar dat is ook natuurlijk een ander systeem. Hè? Iedereen heeft zijn eigen systeem wat dat betreft. Claire zegt, ik heb het webinar 3/2/2020 niet meer kunnen vermelden. Heb me net te vroeg aangemeld. Nou, dan Claire, dan zal ik even richting Dennis een mailtje sturen. Dat komt zeker goed. Op het moment dat je dus dit systeem wil volgen, ook voor jou geldt dan dat je 12 maanden krijgt voor de prijs van 10. Dat gaan we wel regelen. Geen probleem, we houden het leuk. Want beleggen is leuk en het is niet de bedoeling dat we daar chagrijn van krijgen. Even kijken, Raoul, ik zie dat ik iets wat tijd van jou heb afgenomen, weggesnoept. Maar ik heb mijn scherm nu gedeeld met, of hoe heet dat? Mijn uitgezet, ja. Stop sharen. Als het goed is, zou jij op dit moment jouw scherm kunnen uploaden, sharen, screenen, et cetera. Ik had nog een paar vragen beantwoord in de chat. Als je naar boven scrollt, dan zie je het ook wel. Hè? Er is ergens een vraag geweest van dat document wat je liet zien, dat Word-document, of dat ook online te vinden is. Nee. Niet precies dat document zelf, geloof ik, maar je hebt wel op mijn.beleggen.com. En die link heb ik ook geplaatst, maar dan van KT. Dat je daar al je transacties vermeldt. Nou, dat is voor zul je voor al je portefeuille wel doen. Daar dat wel, maar hier dus niet. En dat komt vanwege het feit dat dan ook mijn portefeuille online staat. En ik wil het hier best wel eens een keer laten zien. Nogmaals, ik heb daar geen enkele moeite mee om daar openheid. Daar ben ik heel transparant in. Je ziet gewoon
De mensen die dit ook volgen, die kennen dit ook. Maar op het moment dat ik dit online zou zetten, dan volgen mensen alleen maar die transacties. En ja, de bedoeling is ook dat ze uiteindelijk ook lid worden van onze club. Ja. En dan komen ze ook in de WhatsApp-groep terecht. Ze krijgen de berichten real-time in plaats van... want deze berichten die plaats ik natuurlijk altijd wel ietsje met een kleine vertragingstijd erin. Dus ik geef ze wel door, ook op de website van Harm. Maar ik geef ze niet real-time door, want anders dan, dan gaat op een gegeven moment niemand meer naar traders vergelijken. En dat is ook zonde. Raoul, ik ga de vragen even zelf beantwoorden. Dus ik zou eigenlijk jou het woord willen geven. Ik ben zeer benieuwd hoe het bij jou gevaren is afgelopen maand. Ja, dank je. Dan neem ik het vanaf hier even over. Nou, de titel is al iets anders dan de voorgaande keren. Hè. Hier staat ook, het is meervoud, performance model portefeuilles. Bij het vorige webinar had ik al even aangekondigd. Ik heb er nu 2. Dat zag je net ook even op de website van Traders Vergelijken. Nou, dan gaan we beginnen. Toelichting van de werkwijze doe ik altijd eventjes. De afzonderlijke trades, overzicht van de resultaten natuurlijk. En de nieuwe portefeuille die ernaast is gekomen. Ik heb er nu 2. En vorige keer kwam er even aan bod en nu is daar ook het eerste resultaat in geboekt. Even de toelichting, ook de naam van de huidige al lopende modelportefeuille heb ik even genoemd, hernoemd naar de IS Daily. Het is een dagelijkse portefeuille waar je maximaal 1 trade per dag doet. Met precies 1 IS E-mini S&P 500 future. Vaak lees je ook wel gewoon de S&P 500 future. Maar dit is eigenlijk zijn volledige naam. Ik plaats altijd een limietorder. Dus niet geen marketorder. Ik plaats een limietorder. En dan hoop ik dat de markt, dat de prijs nog een beetje naar mij toe komt. Zodat de limiet geraakt wordt. Ik doe het nu, sinds begin januari, doe ik dit op de dag zelf. Voorheen deed ik dat de avond van tevoren. Maar ja, goed, dat is wel lastig. Want soms in Azië is het dan onrustig. En dan opent de beurs hier al meteen. Of gaat de beurs hier meteen verder met enorme sprongen. De futures handelen dag en nacht, dus het kan inderdaad zijn dat je 's nachts al een positie verkrijgt die gelijk weer uitgestopt is. Dus ik wacht eigenlijk de dag zelf af en kijk dan ook naar de intraday indicatoren van houdt mijn analyse nog steeds stand? Is het nog steeds verstandig om de trade te plaatsen die ik van plan was te plaatsen? Als ik een order plaats, is het altijd met een bracket order. Dat wil zeggen een stop loss. Waar neem ik verlies? En een winstnemingspunt, waar neem ik winst? En ook een trailing stop loss. Nou, dat klinkt wel dubbel op, een stop loss en een trailing stop loss. Nou, dat wordt straks ook wel duidelijk. Maximaal 1 trade per dag, om de discipline te behouden. Hè, dat je bij verlies niet als een gek gaat traden om je verlies goed te maken. Of bij winst dat je denkt, ik ga nog een keer de winst trade maken. Nee, 1 trade per dag en daarna is het klaar en is er morgen weer een kans. En in tegenstelling tot het vorig jaar eigenlijk, ga ik nu de positie sluiten aan het eind van de dag. Vorig jaar was het zo dat een positie soms ook meerdere dagen kon lopen. In de praktijk was het bijna nooit zo, maar goed. Dan sloot ik hem altijd voor het weekend, omdat in het weekend gekke dingen kunnen gebeuren. Dat je maandag in één keer met veel verlies zit. Maar nu, vanaf nu wil ik hem gewoon elke dag sluiten om 10:00 avonds Nederlandse tijd. Dat is ook als Wall Street sluit. En dan maak ik weer de analyse voor de volgende dag. En zo kun je dat elke dag opnieuw bekijken. Ik heb een mechanische analyse manier. Ik heb neurale netwerken gemaakt die een analyse maken van wat ze verwachten voor de dag van morgen. Hè, stijging of een daling. Als 4 van de 5 met elkaar eens zijn, dan beschouw ik dat als een betrouwbaar signaal. Dit is mijn manier. Het belangrijkste aspect vind ik dat het helemaal mechanisch is. Hè. Er zit niks van een onderbuikgevoel of een mening of... wat is het laatste nieuwsbericht dat ik gelezen heb? Nee, een volledig mechanische richting aanwijzen zou je kunnen zeggen. Hoger, lager of neutraal en dan doe ik niks. Goed, heb je de richting. Dan moet je nog kijken op welk niveau stap ik in. Ja, als je long wil gaan, ga je gelijk long zodra je die analyse hebt? Of wacht je nog eventjes? Nou, daar maak ik gebruik van pivot niveaus. Die zie je bijvoorbeeld hier. Hè, zijn 5, S2, S1, P, R1, R2... die worden berekend op basis van de koersbeweging van de dag ervoor. Je ziet dat ze hier relatief dicht bij elkaar liggen. Nou, dat is omdat de koers de dag ervoor vrij zijwaarts ging. Vrij smalle band zijwaarts. Heb je een grote beweging, zoals hier, dan zie je dat de niveaus verder uit elkaar liggen. Nou,
met wat kansrekening zo zoek ik daarin een kansrijke plek, een kansrijk niveau, waar ik dan mijn order neerleg. Ja, dus stap 1 is, wat is de richting? Welke richting wil ik handelen? Long of short? En stap 2 is, op welk niveau ga ik dat doen? En dat doe ik met deze. Kun je op Wikipedia allemaal lezen. Het is allemaal geen hogere wiskunde, maar een soort van ja, kansrekening. Wat is het meest waarschijnlijke, het verstandigste om te doen? Goed, ik ga nu even snel doorheen, want ik heb deze maand, in tegenstelling tot de afgelopen maanden, wel trades gemaakt. Hè? Dus de aanpassing in mijn tradingstijl heeft tot uiting gehad dat ik inderdaad nu wel resultaten heb. Voorgaande maanden was ik vaak te voorzichtig. En de conclusie was eigenlijk dat ik wat agressiever moest instappen. En wat dichter op de bal. Dus echt kijken naar de actuele marktconditie om te kijken van, ga ik hier een trade plaatsen, ja of nee? 2 trades, dus nog niet heel veel natuurlijk, maar goed. 1 winst en 1 verlies. Dit is een winst trade. Een short ook, short trade trouwens. Dat gebeurt ook niet heel vaak. Hier zie je een rood driehoekje naar beneden wijzen. Op dat niveau ging ik short. Dat was 44,20. En op dit niveau werd de winst automatisch genomen. Dat had ik al van tevoren ingesteld. En dan zie je ook, dat is dan een blauw driehoekje. Dit is een verkooporder, een sell limit in de Trader Workstation. En dit is dan de buy limit. Dan koop ik de positie weer terug. En omdat ik dus short zit, verdien je aan een daling. En dit was ergens in de ochtend, de Nederlandse ochtend. Hè. Dit is allemaal 's nachts. En ergens in deze fase besloot ik van, ik ga mijn order invoeren en versturen. Via Telegram ook en de e-mail trouwens. Maar Telegram is gewoon iets sneller, iets directer. En het duurde niet heel lang, misschien een kwartier. En toen werd al deze limietorder geraakt. En was dus de positie geopend, hè, de short positie. En toen kwam de daling. En hier werd automatisch winst genomen, want dat had ik ook al gelijk bij die order meegegeven. Nu gaan we weer een gedachte-experimentje doen, ook om het wat interactiever te maken. Ja, je ziet hier dus, dit is het short niveau, hier ben ik short ingestapt. Nou, dat is bijna de high van de dag. Hè? Zeker toen ik de positie verkreeg, steeg de koers nog ietsje verder. Een paar punten, hè? Dus ik heb ook wel op virtueel verlies gestaan, maar niet heel veel. Dat is prettig. En hier werd dan de winst genomen. De koers zakte nog even 10, 11 punten verder. Hè? Dus niet alles, niet het uiterste eruit gehaald, maar goed, als je ziet dat die hierna weer stijgt, dan denk ik, nou, dit is toch een mooi niveau. En stel dat je deze trade zelf gemaakt zou hebben. Hoe tevreden zou je dan zijn? Je gevoel over de trade. Met dit resultaat en ook met name met de instap- en uitstapniveaus. Als je dat zou moeten waarderen voor jezelf op een cijfer van 1 tot 10. Toen dit live plaatsvond, had ik hier wel een gevoel van een 8 of 9. Zo precies op de high en zo bijna op de low. Dat gaf me een goed gevoel. Ik denk, dat kan ik niet veel beter doen dan dit. Een 9-9, zo voelde ik me ook. En dit is even een gedachte-experiment, want houd dit even in gedachten. Je eigen waardering van je tevredenheidsgevoel daarover, stel je voor dat je deze trade gemaakt zou hebben. Want dit is niet de hele dag. Dit was nog in de ochtend. Want hoe ging de dag verder? En verandert dit iets aan je tevredenheidsgevoel? Wat je net had en wat je na het zien van deze, na het verdere verloop, ziet. Ja. Er had veel meer in gezeten. Ja, tot waar. Dan had je hier dus winst moeten nemen. Ja. Ja, heel dubbel. Precies, deze stijging hierna, na dit dieptepunt, geeft nog een beetje een tevreden gevoel. Want stel je voor dat je tot het einde was blijven zitten, dan had je hier op het laagste punt had je een winst van $9,000 gehad. En dan was je hier gestopt. Om 10 uur 's avonds had je de positie gesloten. En had je nog 1000 over gehad of zo. Dat zou echt een ontevreden gevoel zijn geweest. Dan kun je natuurlijk met een trailing stop loswerken. Dan schuift dat mee. Maar goed, hoe goed moet dan die trail zijn? Dilemma's. Maar je ziet al hier een paar getallen staan. De range van deze hele dag, van het hoogste punt naar het laagste punt gemeten, die afstand is 4,9%. Gemiddeld is dat 1,5. Dus deze dag is ook buitengewoon.
Voor januari bijvoorbeeld dit jaar geldt een gemiddelde van 2,1. Dus je merkt daar ook al aan, wat je misschien ook al wat je dacht van, dat januari volatieler is dan normaal. En dat blijkt ook uit de getallen. En hoe had ik nu mijn winstniveau en mijn stop-losniveau staat natuurlijk hierboven. Hè? Hoe heb ik die bepaald? Nou, als je de afstand van mijn openingsorder tot mijn stop-los, die hier niet getekend staat, maar die natuurlijk naar boven stond, als je die optelt bij mijn winstafstand, dan is dat samen ongeveer 1,5%. Met andere woorden, ik ben even uitgegaan van een gemiddelde dag die je mag verwachten. Ook al was het januari en zag ik ook wel dat de volatiliteit wat hoger was. Maar gemiddeld genomen had mijn stop-los tot en met mijn winstdoel had binnen de beweging van een dag kunnen passen. En daarom heb ik dat ook zo gekozen. En ook de afstand van de stop-los en de afstand naar mijn winst, de risk-reward. Mijn risk was de helft van mijn reward, beoogde reward. Nou is natuurlijk altijd nog de vraag van hoe vaak wordt je risk helemaal geraakt en je reward bereikt. Maar goed, ik houd het een beetje als een standaard aan. 1 staat tot 2. En gezamenlijk moet dat ongeveer passen binnen de gemiddelde range van een handelsdag. En als je dat steeds weer doet, consequent, en al zou je maar een hitrate hebben van 50%, en dat je in de helft van de gevallen stoploss hebt en in de andere helft van de gevallen dat je winstdoel wordt bereikt, dan ben je toch uiteindelijk zeer succesvol. En wat je eigenlijk ook hiervan, wat we dat experimentje wat we net even deden van over tevredenheid, je kunt altijd achteraf ontevreden zijn over een trade, want er had altijd iets meer in gezeten. Je had altijd iets meer winst eruit kunnen halen. Het is eigenlijk veel belangrijker dat je tevreden bent over je handelsproces. Dus dat je zegt, ik voer de order in, daar heb ik over nagedacht. Met bepaalde verwachtingen of kansen. En ik kom er niet meer aan. Hè, als je dat van tevoren voorneemt, dan dat je tevreden kunt zijn over het proces. Ongeacht of er nou een winst- of verlies trade geworden zou zijn. Natuurlijk moet je over meerdere trades gemeten wel winst maken. Want ja, anders kun je er beter mee stoppen. Maar de individuele winst of individuele verlies trade zou eigenlijk je gemoed niet al te veel moeten raken. Maar wel of je je aan je handelsproces hebt gehouden. En dat heb ik gedaan. Ik heb hier winst genomen. En natuurlijk wist ik niet dat dit er nog eraan zou komen. Maar ik ben toch tevreden over dat ik mijn plan heb gevolgd. En op een normale dag hadden we deze daling natuurlijk niet erachteraan gekregen. Op een gemiddelde dag. Nu kun je nog zeggen van nou, neem dan geen vast winstpunt, maar doe dan alleen een trailing stop los. Met een trail erachteraan. Nou, dan had je waarschijnlijk nog een ritje lager kunnen maken. Maar goed, als zo'n candle heel groot wordt, bijvoorbeeld deze of deze. Je kunt niet zien aan de candle wat de volgordelijkheid was, maar het kan zijn dat die eerst helemaal naar beneden gaat, dan weer helemaal naar boven en dan weer naar beneden bijvoorbeeld. Nou, dan is je trailing stop-loss ook al een keer geraakt. Dat gebeurt natuurlijk ook en dat zullen we zo meteen in de volgende trade zien. Dan is ook niet, natuurlijk ook niet gegarandeerd dat je een heel stuk mee naar beneden gaat. Dus ja, dat je uitgaat van gemiddelden en van gemiddelde verwachtingen is denk ik een goede manier van traden. En natuurlijk, dan haal je niet elke dag het maximaal eruit, maar over het algemeen genomen, gemiddeld bekeken, zou dat beter moeten werken. Want als ik inderdaad hier tot het einde was blijven zitten, nou ja, dat heb ik net al gezegd, dan was en de frustratie veel groter, omdat je dus heel veel winst weer teruggeeft en uiteindelijk de winst ook kleiner. Want wat gebeurt er met een trailing stop loss? Oh ja, nog even dan, hè? Dus die 40 punten, of iets meer dan 42. Ja, met de gewone IS e-mini is dat al een resultaat van bijna $2100. Dus dat is ook, hè, in absolute opbrengst is dit natuurlijk prima. Nou, de tweede trade, dat was een verlies trade. Een kleiner verlies dan de winst van daarnet, ook belangrijk om te zien. Dit is de handelsdag. Nou, we zien hier om, even kijken, 3:30, 4 uur. Theo vraagt welke minuten. Dit is, het is allemaal 30 minuten grafieken. Dus één candle is 30 minuten. Ja, allemaal 30 minuten, ja. De markt bleef hier omhoog gaan. En nou, hier ergens gaf ik mijn handelssignaal door. Van, we gaan weer short. En dat punt werd ook snel bereikt.
44.04. De vaste stoploss lag ergens hierboven. Wat er dus gebeurde, de positie werd verkregen. Nou, dan gaan we naar de volgende candle ongeveer. Dan, hier kwam ik ook op virtuele winst te staan, ook wel nou, significant. Want daarna steeg de koers weer en werd ik hier al uitgestopt. En dat was de trailing stoploss. Dus ik had al behoorlijk stuk op virtuele winst gestaan. De trailing stoploss, die dus initieel heel ver boven lag, die was al mee naar beneden gekomen. En die stond inmiddels al op 44.16, al lager dan mijn vaste stoploss. Om dus inderdaad een deel van je maximale risico te verkleinen. En uiteraard daarna in de hoop een deel van je winst veilig te stellen. Anne, hoe bepaal je het moment om in te stappen? Nou, dat is inderdaad lastiger dan voorheen. Of zit korter op de bal. Ik heb natuurlijk enerzijds die dagindicator. Dat heb ik al de avond van tevoren laten draaien. En dan weet ik al, nou, ga ik long of short? Dat weet ik dan al. Maar dan nog wacht ik inderdaad de actuele marktsituatie af. En heb ik ook een soort intraday indicator. Die dus live meekijkt met bewegingen en dingen meet. Van nou, is dat signaal nog steeds wel geldig? Is het nog steeds wel verstandig om short te gaan in dit scenario wat we nu hebben gehad? Of is dat minder kansrijk? En het moment, nou ja, dat is ook eigenlijk van hoe ver zijn we alweer in de. Hier stond hij behoorlijk in de plus, de beurs al. Want 43,50. Ja, we waren een behoorlijk stuk gestegen. Meer dan je zou mogen verwachten bij een lager slot. Dus het. Ja, in intraday kijk ik naar bepaalde metertjes als het ware. Van nou, nu is een kansrijk moment om te zeggen, we gaan short, want we zijn een stukje gestegen. En alles staat nog negatief. Hier doe ik dat. En dan, het was op zich een gunstig moment. Alleen de bewegingen waren zo wild, deze candle ook. Dat ja, die trailing stoploss komt mee naar beneden. En als je dan alsnog een keer een stuk stijgt, dan raak je je stoploss. Ja, moet je je trailing stoploss dan nog ruimer zetten? Dat is natuurlijk een dilemma steeds. Ik kan voor me staan op 0,6%. Ja, wil je meer dan 0,6% van je virtuele winst weer teruggeven? Dat vond ik wel genoeg. En dat betekent dus dat ik hier eruit ben. Want ja, wie weet stijgt hij nog veel verder door. Nou, het dilemma wat natuurlijk elke trader kent. Dus hier meer geef ik niet terug. Of eigenlijk groter wil ik het verlies niet laten worden. En ja, had ik hem groter gezet, dan was hier mijn winstdoel al bereikt. Ja, weer 40, 42 punten. Dus ja, dit kun je een beetje pech noemen. Maar ook hier ben ik toch tevreden, want ik heb mij gehouden aan mijn plan. En ik ben niet aangekomen. En ja, als je order eenmaal loopt, kun je er niks meer aan veranderen. Hè? Dan, ja, je moet gewoon toekijken. En de markt, daar kun je niks aan veranderen. Je moet gewoon toekijken, waar gaat die heen? Naar welke twee van mijn uitersten gaat de markt bewegen. En daar moet je gewoon toekijken. De vraag, heb je dat uitgerekend? Dat 30 minuten het beste is? Nee. Het is meer omdat het overzichtelijk is zo. Hoe kleiner je schalen, hoe meer van die balkjes je ziet. Ik vraag, hoeveel punten per dag wil je hebben? Nou, dat is eigenlijk wat ik ook bij deze vorige liet zien. Ik had de verhouding van 1 staat tot 2. Dus bijvoorbeeld, ik had een stoploss op 20 punten en de winst op 40, even globaal gezegd. 1 staat tot 2. En als een van beide gehaald wordt, dus of die 40 punten winst of 42 punten winst of het verlies is geraakt, nou, dan is het voor die dag klaar. En ja, er zijn dagen waarop je veel meer had kunnen halen, maar gemiddeld genomen is dat het maximale wat je in een dag zou mogen verwachten. En daar moet je toch een beetje op sturen, op gemiddelde waarden, op gemiddelde ranges. Ja, een vaste stoploss. Ja, klopt. Dan was hij niet geraakt, want die vaste stoploss lag hoger. Dan was hij niet geraakt, dat klopt. Ja. Het is een niet oplosbaar dilemma. goed, dat waren de twee trades. Ik hoop dat ook voor de komende maanden er toch elke maand wel een paar trades zullen zijn. Wat ik al zei, nu gaan we naar het overzicht. Oktober, november, december, in die maanden was er ook wat volatiliteit en was ik ook vaak te voorzichtig. Dus dat ik ja, van tevoren, de avond van tevoren, eigenlijk niet goed kon zeggen van nou, dit is een verstandig instapniveau, een verstandig stoplosniveau. Omdat ja, het instapniveau en het stoplosniveau misschien
allebei even snel geraakt worden. Ja, dat wil je niet. Hè? Je wil dat de kans dat je instapniveau geraakt wordt, dat niveau, of dat die kans groter is dan je stoplosniveau natuurlijk. En toen ben ik ook eens gaan kijken van, nou, wat zou ik kunnen veranderen in mijn aanpak? Dat heb ik weer het vorige webinar toegelicht. Ik kijk nu op de dag zelf nog van, op welk niveau stap ik in? De richting staat er wel vast. De richting is al de avond van tevoren bepaald, maar het niveau, dat laat ik nu van de dag zelf afhangen. En ook of de omstandigheden dan nog steeds overeenkomen met die richtingsindicator die ik de avond van tevoren al heb bepaald. Februari is over januari. Februari zijn nog geen trades geweest, maar januari staat nu hier. Die twee trades samen, één van plus 2000, ander min 600 zoveel. Nou, per saldo $1,450. Je zou kunnen zeggen, mooi op schema, maar goed, het is pas één maand. maar meer trades en met een trading edge zou uiteindelijk een beter eindresultaat moeten geven. En daar wil ik toch eigenlijk naartoe. En dat is toch een beetje een kleine koerswijziging ten opzichte van de voorgaande jaren. Tom zegt, het aantal verliezen zijn minder groot geworden. Ja, dat is moeilijk te zeggen of dat zo. Ik denk vooral dus nu, ik ga voor dit jaar iets agressiever traden. Iets grotere stoploss. Oké. Er is een portefeuille bijgekomen. De Creativeer MES, Micro ES Daily. Want voor de gewone ES heb je tegenwoordig heel veel margin in. Precies, Fred vraagt het al. Voor de micro-IS kun je dezelfde signalen gebruiken. De IS heeft dezelfde koersen, dezelfde orde tussen aanhalingstekens. Uiteraard heb je een ander symbool, maar dat komt op dezelfde orde neer. Alleen het is een andere future, de micro-IS e-mini S&P 500 future. En de margin-eis voor die MIS is ook is in alles een tiende. Dus ook de margin-eis is een tiende. €1,600. En voor de gewone IS is het €16,000. Dit is echt in de afgelopen jaren verdrievoudigd volgens mij. Ik kan me herinneren dat het 5000 was. En dit wordt gewoon te veel. En dat komt natuurlijk doordat de koersen blijven stijgen. Dat brokers steeds hogere, om hun risico af te dekken, steeds hogere margin gaan vereisen. Toen is deze micro variant geïntroduceerd. En dat wordt weer in één keer een stuk behapbaarder. Maar goed, je hebt het overzicht. Het resultaat is natuurlijk ook een tiende. Dit kun je allemaal terugvinden op tradersvergelijken.nl. Daar heb ik de portefeuilles beide staan. Ook beide toegelicht met waar handelt er precies in. Dat je dat kunt nalezen. En als ik een signaal verstuur, dan verstuur ik dat via Telegram en via e-mail. En dan ziet dat er zo uit. Een geavanceerde order noemen we dat maar eventjes. Eén parent is een voorbeeld. Dit is al een long order. Ik open met een buy en ik heb vier cell child orders gekoppeld. Nou, hoe dit allemaal werkt, je kunt het een beetje lezen natuurlijk, maar hoe dit allemaal werkt, dat behandelen we één keer per maand in het webinar geavanceerde orders in Trader Workstation. En die staat voor deze maand gepland op de 24e. Autotraining of signaalservice. Nou, Menko noemde het ook al. Je kunt via traders vergelijken, kun je deze order krijgen. Dat wil zeggen, je krijgt hem voorgesteld en je hoeft alleen maar te accorderen of af te wijzen. Als je hem accordeert, staat hij gelijk in je portefeuille. Dus we geven alleen orders door. Er wordt geen geld heen en weer gesluist of zo. Nee, de order komt in je eigen portefeuille te staan, alsof je hem zelf hebt ingevoerd. Alleen, ja, je voert hem nou als het ware in met één klik op je telefoon en dan staat hij er. Ja, want ik hoor ook al van mensen die dan dit krijgen en die zeggen, ja, ik zat net in vergadering en om zo'n hele order met de hand in te voeren, dat is nog even een klusje, daar moet je even je aandacht bij hebben. Terwijl ja, met zo'n signaal van trades vergelijken, dan zou die in één keer erin komen te staan. Nu is het wel zo, omdat ik dus zo'n complexe order heb, dat we nog steeds een paar parameters moeten toevoegen. Dus voor nu ben je nog aangewezen op Telegram berichten. En dat je dus helemaal zelf moet invoeren. Maar dit gaan we zeer binnenkort ook beschikbaar stellen via autotrading. En dan is het alleen akkoord, ja of nee. En bij akkoord staat hij helemaal in je portefeuille. 1:01. Schrijf je in op de nieuwsbrief van Trades Vergelijken. Dat is altijd leuk. Dan, hij is uiteraard gratis. Laatst vroeg iemand, kost het ook wat? Nee, de nieuwsbrief is natuurlijk gratis.
En dan blijf je op de hoogte van welke modelportefeuilles er allemaal nog meer bij komen. Menko liet nu al een paar nieuwe zien, hè, met crypto en andere optiebeleggen. Dus ja, dat breidt zich uit. En er zit voor iedereen wel wat bij. Je zag ook hier dat de Menko zijn portefeuille, zijn werkwijze is totaal anders dan die van mij. Nou ja, dat verschil maakt het juist leuk. Om eens te kijken waar je voor jezelf inspiratie uit op kunt doen. En ook misschien extra rendement. Dat zou leuk zijn. Henk zegt al, moet afhaken. Nou, het is ook tijd. Zijn er voor nu nog vragen? Je kunt alles nalezen op tradersvergelijken.nl. Alle portefeuilles en hoe ze werken en de resultaten. Als je ergens vragen over hebt of geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen. Met of Tracer vergelijken of met Menko of mij rechtstreeks. Dan zullen we je alles uitleggen wat nog onduidelijk is eventueel. Ja, klopt Raoul. En als er voor nu ook geen vragen zijn, dan kunnen we afsluiten, denk ik. Ja, ik zie dat één ding. Hè, dat is inderdaad dat Fred zegt, thanks, het is duidelijk. Henk zegt, sorry, je moet afhaken. Christophe zegt, dankjewel Menko Raoul, iedereen fijne middag. André zegt, dankjewel. Hoeveel kost een abonnement op die mini, Raoul? Nou, dat wou ik je eigenlijk net laten zien, maar dan ga ik naar share screen. En dan gaan we naar, even kijken. Moet ik hem stoppen eventjes? Ja. Ja. Je ziet hier inderdaad die website van Traders Vergelijken. Hier heb je dus de aantallen opties. Hier de twee signalen. Van, of de twee systemen van Raoul. Op het moment dat je daar opdrukt. Die maar, ja. Dan gaan we helemaal naar beneden toe. Even kijken. En dan kun je ook een volgfactor instellen. Hè? Je kunt ook zeggen van ik wil beginnen. Zou ik altijd beginnen met 1. Om te kijken van nou is het wat je bevalt. En dan volg je met 1. Micro, IS, I-mini. En dan krijg je inderdaad het resultaat zoals in die tabel staat. Die tabel gaat steeds uit van 1. Maar als je zegt nou ik kan iets meer risico aan. Dan kun je je volgfactor verhogen van 1, 2 of nou, zoveel als mogelijk. Maar goed, als je dan richting de 7, 8, 9 of 10 gaat, ja, dan kun je beter overschakelen op de gewone e-mini. Ja. Ja. Want dat is dan voordeliger en dan heb je hetzelfde opbrengst en hetzelfde risico. Dus. Je kunt dus eigenlijk met een factor van 10, tegen de kosten van 10, weliswaar natuurlijk ook de minste verliezen gedeeld door 10... kun je al meenemen. Dus het is een stuk bereikbaarder geworden om dan precies. Maar steeds die hele grote marge verplichting van 15.000, 16.000 euro. Ja, dat is gewoon te veel eerst. Ja. Nou, dit is inderdaad het systeem van Raoul. Ik wil even richting een soort afsluiting gaan, want een aantal mensen roepen al dankjewel en het is inderdaad 4:05. Hier heb je gezien dat mijn systeem er staan en ook het systeem van Raoul aanwezig is. Kun je dus volgen. De crypto swing training van Jan Robert, die is al gestart. Dus daar als je in bitcoins en dergelijke en Ethereum en allerlei altcoins, ik ga niet het gas voor zijn voeten wegmaaien, maar daar is hij heel erg actief in. Ik wil je erop attenderen dat we morgen om 12 uur ook een webinar hebben. En dan wordt de 3-optie portefeuille van Harry Klip wordt geïntroduceerd. Ook Harry Klip, een van de leden van het expertteam van Harm, komt op tradersvergelijken te staan. Hij gaat morgen een presentatie geven. Wat nou precies die 3-optie portefeuille inhoudt. Dus ik heb mijn systeem. Dat is weer iets anders dan Raoul's systeem. Dat is weer iets anders dan Jan Robert's systeem. En ook Harry heeft natuurlijk zijn eigen systeem. Dus je kunt daar morgen eens kijken op het lunchwebinar. En inderdaad inschrijven op die nieuwsbrief. Dan word je vanzelf op de hoogte gehouden. Tweede wat ik je nog even mee wil geven. Is deze link. Misschien kun je die even kopiëren. Als ik die laat zien. Dan zul je hier zien dat dit het 52 weken expert webinar van Harm is. Harm nodigt elke week op maandagavond om 8 uur een expert uit. Om, laat ik zeggen, zijn of haar expertise daaruit te vertellen wat hij of zij geleerd heeft. En wat hij wil delen aan kennis met mensen. Je kunt je hier ook inschrijven. En je ziet hier inderdaad dat ik aanstaande maandag om 8 uur ben ik door Harm uitgenodigd, mag ik dat presenteren. Nou, ik zal je een kleine voorzetje geven, want hier komt op een gegeven moment ook te staan dat ik een nieuw systeem ga introduceren
Maandag wordt dat aangekondigd. En de eerste transactie die zal in, geloof op 14 februari plaats gaan vinden. Natuurlijk gaat het over opties. Want het zou dan heel raar zijn dat ik hetzelfde ga doen als Raoul met een future-achtige iets. Dat gaat ook niet de trioptie portefeuille variant van Harry worden. En ook niet de kalender of de crypto's van jou Robert. Ik blijf natuurlijk trouw aan mijn eigen systeem. Maar daar zit wel een bepaalde variant zit erop. We willen gaan om 100% rendement te gaan creëren. En net zolang totdat dat het geval is. Zullen we je alle adviezen en begeleidingen en support. En natuurlijk transacties doorgeven. Dat gaat ook via tradersvergelijken. Zodat dat. Dat je dat met één druk op de knop, eigenlijk met twee druk op de knop. Hè. Eén, je moet op een linkje drukken en dan de tweede knop is dat je op accepteren drukt om de order te accepteren. Dus met twee drukken op de knop kom je zover. Dus je kunt deze link even kopiëren en dan je daar inschrijven. Ook Harm zal daar nog een vooraankondiging van maken op mijnpimpelegger.com. En zo proberen we je aan alle kanten informatie te voorzien. Van inspiratie te voorzien, dat je zegt, hey, kan ik een stuk spreiding in mijn portefeuille gaan creëren? En nou ja, wat dat betreft dan denken we dat we onze kennis die wij opgedaan hebben, dat we die ter beschikking van jou kunnen stellen. En dat jij niet in die valkuilen stapt die wij allemaal al gehad hebben. En zo in wezen ook veel geld kan besparen. Nou, Claire zegt, gedaan met een dikke duim. Hartstikke leuk, Claire. Ik heb ondertussen al een mailtje naar Dennis gestuurd dat je alsnog in aanmerking komt voor die korting. Dus dat loopt ook allemaal. Raoul, ik denk dat we het heel netjes gedaan hebben. Het is 8:08. Arend is 8 minuten uitgelopen. Ja, was weer heel interessant. En Arend, die heb ik vanochtend nog aan de lijn gehad. Dus die noemt altijd ons jongelui. Maar ja. Arend, je moet ook een keertje kijken naar mijn foto op LinkedIn, hè? Daar zie je mijn grijze haar, ik ben 52, dus ja, jong ben ik niet echt meer helaas, maar in ieder geval dan dankjewel ook voor je aanwezigheid. Claire bedankt, Christophe bedankt, ook aangemeld, hartstikke leuk Christophe en fijn dat je ook zo tevreden bent over Optieleggen KT. En Gerard zegt bedankt Raoul en Menko, tot de volgende keer, hartstikke fijn. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Frank zegt bedankt voor de toelichting van jullie werkwijze. Nou ja, probeer dat ook te doen of te volgen. En ja, te kijken of we op die manier ook de rendementen ook naar jullie toe kunnen brengen. En Martijn zegt ook, ik doe een jeetje te veel, Martin. Bedankt. Nou, jij ook bedankt voor je aanwezigheid. Raoul, mag ik jou bedanken voor jouw aanwezigheid? Leuk om elke maand dit webinar te presenteren. Dat we de systematiek goed uitleggen. En B, natuurlijk ook de rendementen toelichten. En dat, ik vind dat we dat gewoon eigenlijk aan alle eerlijkheid en openheid moeten doen. We hebben nu weer een goed nieuws show gehad, maar het zal ongetwijfeld een keer zo zijn dat er een rood cijfertje komt. Precies. Dan zullen we niet wegduiken. Ook dan zijn we paraat om te vertellen waarom het fout is gegaan. Maar voorlopig zitten we in de goede flow, hebben we goede maanden achter de rug. En zo willen we het ook volhouden. Claire, het jaar is goed begonnen. Jaar is goed begonnen. En we gaan er een mooi vervolg van maken. Nogmaals, dankjewel voor jullie komst. En we zien elkaar morgen om 12:00 samen met Harry. En anders maandagavond of maandagochtend bij het ochtendgebed, zoals het genoemd wordt, met Harm. Als hij de training net vergeten mee door met je neemt. Dus aan alle kanten een mogelijkheid om elkaar weer te treffen, in ieder geval online. Nogmaals, dankjewel. Ik ga afsluiten en graag tot de volgende keer. Tot ziens. Bedankt allen. Tot ziens. Fijne dag.